Nou, wat we zien in de accountancybranche is dat daar al een aantal jaren sprake is van neergaande omzetten en dalende winsten. En dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met de crisis. Er gaan meer bedrijven failliet en bedrijven besteden minder, ook aan hun accountant. Maar aan de andere kant is er ook sprake van dat de producten en diensten van de accountancysector meer en meer commodity zijn geworden. En door vergaande automatisering, sneller kunnen werken, ontstaat er ook prijsconcurrentie, prijsdruk. En daardoor uiteindelijk dalende omzetten en dalende winst. Wij als Visma Software willen eigenlijk meer zijn dan alleen de leverancier van een softwarepakket dat als een stuk gereedschap, goed gereedschap wordt gebruikt. De accountancybranche is van meet af aan al een hele belangrijke sector voor ons. Wij automatiseren al 20 jaar administratie- en accountantskantoren. En op dit moment zijn er zo'n 1500 kantoren die dagelijks alle klantenadministraties met onze software, het product AccountView, verwerken. Nou, wat wij zien is dat wij heel graag de kennis en ervaring die wij in ons dagelijks contact met kantoren opdoen, ook gebruiken, die kennis delen met de kantoren, maar het ook terugbrengen en terugzien in onze producten. Een mooi voorbeeld daarvan is VismaNet Advisor, waarin we zien dat we een oplossing kunnen bieden voor kantoren die de verandering die noodzakelijk is ook willen aangaan. Nou, onze nieuwe cloudoplossing VismaNet Advisor is specifiek voor de accountancybranche ontwikkeld, voor zowel grote als kleine accountants en administratiekantoren. En VismaNet Advisor is eigenlijk een tool om grip te houden op je planning, op je voortgangsbewaking, dus ook je urenregistratie en facturatie achteraf. En VismaNet hebben we juist ook specifiek ontwikkeld om mee te gaan in die ontwikkeling van vaste prijsafspraken. Hè, waarbij je dus vaste abonnementsvormen kunt aanbieden, want dat ondersteunen wij in de software. En dat maakt het mogelijk om met die verandering mee te gaan. Nou, zoals gezegd, we zien dat de noodzaak tot veranderen eigenlijk al wel een heel aantal jaren speelt. Maar dat er daar nooit voorrang aan gegeven wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de kantoorleiding nu de verandering voorrang geeft op andere processen in het kantoor. Om uiteindelijk voor kantoren een rooskleurige toekomst te kunnen bieden.